Rixa Travel organiseert reizen naar 50 bestemmingen wereldwijd. Reizen kan de wereld mooier maken, als dit op een verantwoorde manier gebeurt. Maar hoe doe je dat als je per jaar ook duizenden mensen met het vliegtuig op pad stuurt? Ik ben Fanny en voor Rixa reis ik af naar India. Vliegen heeft nadelige effecten, met name door de CO2-uitstoot. Hier zijn innovatieve projecten voor die ook voor mensen een groot verschil kunnen maken. Namaste! How are you? Voor de documentaire Surviving the Smoke reis ik af naar het berggebied Mahabaleshwar. Hier bezoek ik een aantal families om de sociale impact van CO2-compensatie te onderzoeken. In dit gebied leven mensen soms nog in schokkende omstandigheden, waar gekookt wordt op open vuur. Hierdoor ademen ze dagelijks zoveel rook in, wat gelijk staat aan het roken van 50 sigaretten. De komende dagen spreek ik met gezinnen die inmiddels gebruik maken van een schoon kooktoestel. Hierdoor komt er een stuk minder rook vrij, wordt er minder CO2 uitgestoten en kunnen de leefomstandigheden flink verbeteren. Maar ik ga nu eerst op bezoek bij families die nog op open vuur koken. Ranjani. Ranjani? Ranjani. Ranjani, beautiful name. My name is Fanny. Fanny. My name is Fanny. With who are you living here? Leuke, Sune, Anik, Natsune, Anik, Bachaye, Natsune, Tanaure. So the bull and the cow are also in this house. Mm. How do you cook here? Do you cook with on gas? For that cook in a place, 1000 gas barrela. So it's too expensive. So you cook on the open fire? Amchi chule, amchi pura lakda antyat, mati jaus karayta saipak. And do you have a problem with the smoke? Mati khaya se khaya na pura sizwaiz paaje na plela. Zo zijn er nog veel meer families die koken op open vuur. Ze moeten uren lopen om hout te halen en dit vaak met gevaar voor eigen leven. Ik ontmoet Baba Thai, die in vergelijkbare omstandigheden leeft. It's really a lot of smoke. Yes, and do you also sleep here then? Yeah, so what are you making? Zo. Het staat helemaal blauw in dat huisje. Het is echt. Die vrouw zit hier dus 4 uur op een dag in het huis per keer koken. Dus 3 keer koken, 4 uur lang. Hele huisje blauw. Slapen, eten, alles doen ze in dat huis. Het is heel heftig binnen op dit moment. Omdat zij dus niet op zo'n cookingstoof aan het koken zijn, is dat
heel veel open vuur en dat verbrandt niet goed en daarom komt er heel veel rook vrij. In dit dorp wonen 88 families, waarvan er inmiddels 40 een schoon kooktoestel hebben. De andere 40 koken nog steeds op open vuur. Door subsidies te verstrekken kunnen families voor een klein bedrag een schoon toestel aanschaffen. Rixia ondersteunt het project om het mogelijk te maken dat meer families in meer dorpen schoon kunnen koken. We gaan nu op bezoek bij een familie die inmiddels al een schoon kooktoestel heeft. Arsena is een alleenstaande moeder die de zorg draagt voor haar twee kinderen. Sinds zij een schoon kooktoestel heeft, is er voor haar veel veranderd. Haar gezondheid is flink verbeterd en het koken gaat nu een stuk sneller. Hierdoor heeft ze tijd om geld te verdienen op het land en kunnen haar kinderen naar school. Ik ontmoet Arsena vlak voor de lunch. De afgelopen dagen ben ik hartelijk ontvangen in dit dorp en hebben deze mensen echt een plekje in mijn hart veroverd. Ik heb met eigen ogen kunnen zien wat een enorm verschil zo'n schoon kooktoestel kan maken. En dat je met een innovatief CO2-project zowel ecologisch als sociaal grote impact kan hebben.